Als het leven voorspelbaar was, zou het niet meer opwindend en kleurvol zijn. Het leven is gevuld met uitdagingen, wendingen en veranderingen en iedereen krijgt zijn deel. Ook de familie Boel ontkwam niet aan deze onvermijdelijke cirkel. Net toen ze een gezin wilden stichten, brachten de dokters iets verwoestends aan het licht. Kijk wat er daarna gebeurt. Brittany en Brandon Boel wilden altijd al een baby krijgen en alles doen wat in hun macht lag om ervoor te zorgen. Dus toen ze hoorden dat ze een baby kregen, was het alsof ze de stap zetten van droom naar werkelijkheid. Maar nooit hadden ze zich ook maar één seconde voorgesteld wat het leven voor hen in petto had. De dingen namen een beangstigende wending toen Brittany en Brandon in de 17e week voor een echo gingen. De echo zag er niet goed uit, waardoor een serie tests uitgevoerd moest worden. Na de test werd bij de baby, die later Jackson genoemd zou worden, uiteindelijk microhydranencefali vastgesteld. Een ontwikkelingsstoornis die de hersenen aantast. In het geval van Jackson ontbrak 80% van zijn hersenen. Volgens de dokters was zijn hersenontwikkeling gestopt enkele weken nadat hij verwekt was. Kort na de diagnose gaven de dokters een oordeel. Jackson zou de geboorte niet overleven en als hij dat wel deed, zou hij niet lang meer leven. Zo'n kind ter wereld brengen lijkt misschien alsof je het kind vraagt te lijden in plaats van te leven. Maar de ouders van Jackson zagen het anders. Ook al deed het pijn om te denken aan wat hun ongeboren kind zou moeten doormaken, toch overwogen ze geen abortus toen de dokter dat voorstelde. Elke ademhaling die Jackson in de buik van zijn moeder nam, was al het bewijs dat ze het juiste deden. Maar wat heeft deze beslissing voor hen in petto? Misschien iets kostbaars en toch ondraaglijks? Blijf kijken. Toen de bevalling naderde, begonnen Brittany en Brandon na te denken. De tijd leek langzaam te gaan en 's nachts hadden ze het gevoel dat de ochtend nooit zou komen. Maar dit alles zat alleen maar in hun hoofd. De tijd wachtte nooit op hen. Zo brak dan eindelijk de dag van de bevalling aan. Brittany werd binnengebracht voor een keizersnede. Terwijl ze de operatiezaal werd binnengebracht, was Brittany enorm zenuwachtig. Ze had zichzelf voorbereid op het slechtste scenario. Maar nu het zover was, was ze zo bang. Maar toch gebeurde er iets positiefs. Tot ieders grootste verbazing slaakte Jackson een scherpe kreet onmiddellijk na zijn bevalling. Iedereen had verwacht een slappe en lusteloze baby te zien, maar dat was niet het geval. Na zijn geboorte werd Jackson meer dan 3 weken op de neonatale afdeling gehouden. Maar elke dag kwam hij met een leuke verrassing. Ten eerste was het hart van Jackson ijzersterk en naarmate de tijd verstreek begon hij goed te ademen. De dokters vertelden Brittany en Brandon uiteindelijk dat ze Jackson na 3 weken mee naar huis mochten nemen. De dokters waarschuwden hem wel. Hij vertelde hen dat Jackson zijn eerste verjaardag niet zou halen. Maar de gebeurtenissen die zich daarna ontvouwden waren verrassend. Toen de eerste verjaardag van Jackson naderde, vreesde iedereen voor het ergste. Maar zoals gewoonlijk sloeg hij zich er doorheen. In deze periode had Jackson een onscherp zicht en bewegingsstoornissen, maar zijn gehoor was perfect. Toen hij 2 werd, gebeurde er iets moois. Plotseling begon Jackson bewegingen te maken. Hij strekte zijn handen om naar zijn ouders of speelgoed te reiken. Maar Brandon en Brittany kregen pas echte rillingen over hun hele lijf toen hij zijn lippen begon samen te trekken om kusjes te geven. Naarmate de tijd verstreek, ging het overlevingsverhaal van Jackson viraal en kreeg hij de bijnaam Jackson Strong. Iedereen bewonderde hem. Al snel werd hij een kind waar zijn ouders nauwelijks zonder konden. Maar er was die onuitgesproken angst in hen die je enkel in hun ogen kon bespeuren. Ze wisten dat Jackson op een dag zou overlijden. Jackson bleef elke dag leven met onverklaarbare kracht en levenslust. Hij ging verder en overschreed zijn limiet van 1 jaar en leefde nog 5 jaar. Toen kwam op een dag eindelijk het moment dat iedereen vreesde. Na jaren van vechten vielen de functies van zijn organen uit. En op 1 april 2020 overleed hij vredig en comfortabel in de armen van zijn vader. Hoewel zijn dood ontzettend verdrietig was, leerde iedereen die met de jongen in contact kwam hoe belangrijk het is elke dag te leven zoals die komt. Brandon en Brittany hopen ook dat hun beslissing om Jackson een kans te geven, anderen zal inzien dat, ondanks elke trieste situatie, elk leven gewaardeerd en geprezen moet worden. Net als Brittany besloot Emma Murray haar ongeboren zoon Aaron een kans op leven te geven. Voor de geboorte van Aaron had Emma Murray al andere kinderen. Ze kende dus al de tekenen en symptomen van zwangerschap, want ze had het al meegemaakt. Maar in het geval van Aaron liep het anders. Dit begon al bij de verwekking van de kleine jongen. Blijf kijken om te zien hoe deze jongen bewijst dat hij een vechter is. Op een nacht, in maart 2013, werd Emma wakker met plotselinge buikpijn. Ze haastte zich naar de kamer van haar ouders en waarschuwde hen.
Haar ouders vreesden dat ze een blinde darmontsteking zou kunnen hebben, dus haastten ze haar naar het ziekenhuis. Maar dat was niet het geval en spoedig zou iets verbijsterends aan het licht komen. Toen de dokters en verpleegsters Emma onderzochten, vertelden ze haar dat ze weeën had. Emma was stom verbaasd. Hoe kon ze aan het bevallen zijn, terwijl ze niet eens wist dat ze zwanger was? Hoewel ze maar een beetje was aangekomen, had ze haar menstruatie niet gemist. Had ze geen ochtendmisselijkheid of andere symptomen. Het nieuws kwam als een grote verrassing, maar Emma was toch erg blij. Dit geluk zou echter maar van korte duur zijn. Weldra zou haar hart in een miljoen stukjes breken. Later die avond werd Emma overgebracht naar het algemene ziekenhuis van Wishaw voor de bevalling. Daar aangekomen ontdekten de dokters dat de ongeboren baby een groter hoofd had dan normaal. Dus moest Emma de baby via een keizersnede ter wereld brengen. Na de operatie was de toestand van Aaron dermate slecht dat hij met spoed naar de neonatale afdeling gebracht moest worden. Maar voor hij werd weggevoerd mocht Emma hem nog even zien en wat ze zag deed haar onmiddellijk zweten. Ze vroeg zich af waarom het hoofd van haar baby zo groot was. Omdat niemand enige uitleg had gegeven, bleef ze gewoon stil op bed liggen en verschillende gedachten gierden door haar heen. Op de neonatale afdeling werden verschillende tests op Aaron uitgevoerd. En een scan bracht uiteindelijk aan het licht dat hij holoproosencefalie had, een aandoening waarbij de voorhersenen zich niet normaal ontwikkelen. Deze aandoening komt bij 2 op de 10.000 geboorten voor. En wie met de aandoening geboren wordt, sterft vaak snel na de geboorte. Na een paar uur mocht Emma haar kind zien en wat ze zag brak haar. Het jongetje, dat nu een muts op zijn hoofd had, was aangesloten op verschillende machines. Toen vertelde de dokter Emma het droevigste nieuws ooit. Hij zei dat Aaron het niet zou overleven en dat hij nog maar een paar dagen te leven had. Er gebeurde echter iets schokkends. Kort na zijn geboorte leek de toestand van Aaron niet zo slecht als de dokters hadden gedacht. Hij kon zelfs zelfstandig ademen zonder de hulp van een machine. Later werd Aaron overgebracht naar het ziekenhuis in York Hill om een buisje in zijn hoofd te laten aanbrengen om wat vocht af te voeren. Na 8 weken mocht hij naar huis. Bij thuiskomst overtrof Aaron ieders verwachting en bleef vechten voor zijn leven. Een paar maanden later gebeurde er iets prachtigs. Die dag was Emma met Aaron aan het spelen toen hij zijn eerste woordje uitsprak. Hij zei mama. Het was zo'n emotioneel moment voor Emma dat ze niets anders kon doen dan staren, terwijl de tranen uit haar ogen stroomden. Hoewel niemand weet wat de toekomst voor Aaron in petto heeft, zegt zijn moeder dat hij een heel gelukkig en tevreden jongen is. Ze doet ook haar best om hem het beste leven te geven. Het volgende verhaal over een meisje, Lily, dat gediagnosticeerd werd met een zeldzame aandoening, zal je enorm inspireren. Kijk tot het einde. Toen Lily Wetherall geboren werd, was ze zo klein dat ze in een couveuse gelegd moest worden. Behalve dat deed ze een week lang haar ogen niet open en niemand hoorde haar huilen voor 2 weken. Het was in die periode dat de dokters de ouders van Lily, King en Anthony, vertelden dat hun dochter blind en doof was. Maar het zou nog maar een maand duren voordat ze de echte reden ontdekte waarom ze haar ogen niet opendeed en ook geen geluid maakte. Na een maand in het ziekenhuis te hebben gelegen, ontsloegen de dokters Lily eindelijk. Haar ouders dachten dat het ergste eindelijk voorbij was, dus waren ze blij. Maar net toen ze weggingen, rende een verpleegster achter hen aan om te zeggen dat ze vergeten waren een hersenscan te maken. King en Anthony wachten vol zenuwen op de uitslag van de scan. Na wat wel een eeuwigheid leek, moesten ze bij de dokter langsgaan en hij vertelde hen dat de toestand van Lily ernstig was. De scan had uitgewezen dat ze hydranencefalie had, een aandoening waarbij een kind geboren wordt zonder het grootste deel van het vaste weefsel van de hersenen. In Lily's geval toonde de scan aan dat ze wel een hersenstam had, maar geen kleine hersenen. Omdat er geen echte behandeling voor deze aandoening bestaat, zeiden de dokters tegen King en Anthony dat ze Lily mee naar huis mochten nemen. Hij zei ook dat ze haar alle liefde moesten geven die ze kon krijgen, terwijl ze zich moesten voorbereiden op een afscheid over een paar maanden. Het volgende wat hij zei ontroerde het koppel. Hij vertelde hen dat Lily nooit zou kunnen zien of horen. Hij voegde eraan toe dat ze niet in staat zou zijn emoties te tonen, te spreken of zelfs maar te bewegen. Maar op het moment dat Lily naar huis werd gebracht veranderde alles. Elke dag die voorbij ging bleef ze het ongelijk van de dokters bewijzen. De dokters hadden gezegd dat ze nog maar weinig tijd had, maar ze overtrof dat en heeft al meer dan 7 verjaardagen gevierd. Ondanks de voorspellingen van de dokter ziet Lily ook gedeeltelijk. Bovendien herkent ze ook haar ouders en beseft ze wanneer Anthony thuiskomt van zijn werk. Telkens als hij aankomt, zou ze hem met een glimlach begroeten. Ook al hadden de dokters gezegd dat Lily niet zou bewegen, maar naarmate de tijd verstreek slaagde ze erin overeind te staan. Ze gaat nu 2 keer per week naar school. Elke dag vecht Lily voor haar leven en haar ouders hebben gezworen met haar mee te vechten. Nogal een prachtig verhaal. Ik hoop dat al hun dromen uitkomen.
Ken je een kind dat met een zeldzame aandoening geboren is, maar het overleefd heeft? Wat is hun verhaal?